De Maas komen alsmaar dichterbij. Waarom moet de grote leider allemaal letten op die dag als hij wil winnen? Jongen, dat hem op tijd komt. Wat? Gaan we de wijsneus uithangen of wat? Nee, die jongen. Ik ken er wel een. Heel even. Come on, Miles. Come on. Oké. En mooi, voldoende. Mooi. En? Moe? Nee? Ja, dat is heel goed. Want je moet erop letten dat je zeker niet voluit gaat in het begin, dat je reserve houdt. Want je moet ervoor zorgen dat je zodanig loopt dat je het tweede deel van de wedstrijd sneller kan lopen dan het eerste gedeelte. We noemen dat een negatieve split. En als je daarin lukt, dan heb je je wedstrijd perfect ingedeeld. Torst? Heel belangrijk dat je dan denkt dat je van in het begin van de wedstrijd begint te drinken. Wacht zeker niet tot je dorst krijgt. Eerste bevoorradingspost, eerste keer drinken. Oké? Ga je lopen in die smoking? Ja, dan mag ik hopen dat het niet te warm is. Want als het warm is, dan moet je je eerst en vooral licht kleden. En ten tweede, en vooral als de zon schijnt, smeer zonnecreme. Heel belangrijk. Oké, klaar voor de volgende ronde? Dan gaan we opnieuw beginnen. Go! Oei. Aangenaam. Miles. 10 miles.